Dag jongens en meisjes, vandaag hebben we weer een speciaal schooltje video. We gaan met Play-Doh leuke kleuren leren en 5 nieuwe letters. Ben je nou nieuw op dit kanaal en nog geen abonnee? Abonneer dan even met dat knopje beneden, want dan krijg je namelijk een berichtje als er een nieuwe video is. En vind je deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog. En zo halverwege de video, jongens en meisjes, ga ik ook nog de groetjes doen aan heel veel kinderen. Kom, we gaan snel beginnen. Dag jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag gaan we weer een speciale schoolvideo maken. Ik ga jullie weer nieuwe dingen leren. Vandaag gaan we weer 5 kleuren leren en 5 nieuwe letters. Ik heb speciaal voor jullie deze doos gekocht. En dan ga ik straks 5 letters uithalen die we samen gaan leren. En aan het einde van de video gaan we weer een leuke tekening maken. En ik ben ook druk bezig met een nieuwe video van Otti. En die komt hopelijk volgende week uit. Maar ben je benieuwd naar de andere afleveringen van Otti? Die link staat onderaan de video, daar kan je straks naar kijken. Oké, jongens en meisjes. En vinden jullie de video leuk? Doe even een duimpje omhoog. En ben je nog geen abonnee? Druk dan even op het knopje beneden voor abonnee. Oké, zullen we gaan beginnen? Kom, gaan we snel aan de slag. Oké, jongens en meisjes. Gaan we met de eerste kleur beginnen. Kennen jullie deze kleur ook? Wacht eens even, ik zal hem eens even openmaken. Dan kan je beter kijken. Wat zit hier? Dit is de kleur. Weet je dit? Heel goed. Dit is natuurlijk geel. Zo, kijk eens even. De kleur geel. Gaat even weer dicht, de deksel. Pakken we de volgende kleur. Weet je ook welke kleur dit is? Ja. Kijk eens even. Gaan we er even in kijken. Kijk eens, dat is inderdaad blauw. Heel goed. Maak ook even een balletje van. Kijk eens even. De kleur blauw. Geel, blauw. En deze kleur, die hebben jullie al eerder in een andere video misschien wel gezien. Dit is de kleur. Ja, groen, heel goed. Of lichtgroen, dat kan ook. Maar het is inderdaad groen. Zo, kijk eens. Geel, blauw, groen. Dan de volgende. Weet jullie dit ook? Ja, bruin, heel goed. Mooie kleur, bruin. Geel, blauw, groen, bruin. En hebben we hier nog eentje. Ja, die lijkt wel een beetje op geel, maar dit is... Ja, oranje, heel goed. Kijk eens even. Dan maken we nog het oranje balletje. Deksel erop. Balletje. Kijk eens even. Oranje, ja, je ziet nu wel het verschil met geel, hè? Kijk eens even. 5 kleuren. Geel, blauw, groen, bruin, oranje. Hey, heel goed gedaan hoor. Ben je er klaar voor om naar de letters te gaan? Dan gaan we 5 nieuwe letters leren. Oké, komt-ie. Oh ja, en vind je de video leuk? Doe even een duimpje omhoog. En het is nu woensdag. Aanstaande zaterdag gaan we weer een leuke speelgoedvideo maken. Oké, jongens en meisjes. Dan gaan we nu 5 nieuwe letters leren. En als we dit zo hebben gedaan, voordat we dan gaan beginnen met de tekening, ga ik eerst nog aan heel veel kindjes de groetjes doen, want dat had ik ook beloofd. Oké, gaan we eens even deze doos openmaken. Let op. Zo. Let op. En dit is eigenlijk een puzzel. Zo, eens even kijken. Oh ja, kijk.
Ik ga er 5 uithalen en die leg ik hier zo in. En dan gaan we ze bij elkaar zoeken. Want dit is namelijk een letterpuzzel. Komt-ie. Oké, jongens en meisjes, ik haal ze even uit elkaar. Want we gaan namelijk de letters leren aan de hand van de plaatjes. Let op. We hebben al 5 letters eerder geleerd. Die zal ik nog even heel kort herhalen. Doen jullie even mee? Let op. Dat was A, B, C, D, E. Kennen jullie die nog? En jongens en meisjes, na de 5e letter komt de 6e letter, de F. Kleine letter F, hoofdletter F. Let op. En welk woord begint er nu met de F? Kennen jullie een woord? Hier hebben we er een. Kijk eens even. Wat zie je hier? Weet je dat? Ja, heel goed. Dat is een fiets. En de fiets begint met de letter F. Hey, heel goed. En kijk eens even. Die passen ook bij elkaar. De letter F van fiets. En na de letter F komt de letter, kijk, hier zie je hem al liggen, G. Kleine letter G, hoofdletter G. En welk woord ken jij nou met de letter G? Kijk eens even. Weet jij ook wat jij hier ziet? Dit is een, ja, wat goed. Een geitje, een geit. En het begint met de letter G. Geit. Heel goed. En kijk eens. Die past ook perfect daarin. F van fiets. G van geit. Heel goed. En na de G komt de H. De H. Kleine letter H. Hoofdletter H. En ken jij ook een woord met de letter H? Kijk eens even wat hier op het plaatje staat. Wat is dit? Een. Heel goed. Een huis. En kijk eens waar een huis mee begint. Met de letter H. Van huis. Heel goed. F, G, H. En na de H komt de letter I, de I. Kleine letter I, hoofdletter I. En ken jij ook een woord met een I? Met een I? Kijk eens even. Weet jij wat dit is? Ja, heel goed. Dat is een, ja, inktvis. En de inktvis begint met de letter I. Hé, hey, wat zijn jullie goed bezig, zeg. We hebben alweer 4 nieuwe letters geleerd. F, G, H, I. Heel goed. En dan komen we voor vandaag bij de laatste letter. De letter J. De J. J, kleine letter, hoofdletter. En weet je ook welk woord er met een J begint? Met de J? Denk maar eens even na. Kijk eens even. Wat is dit? Zie je het al? Begint dit ook met een J? Ja, heel goed. Een jas. J-a-s. Jas. Hé, hey, hartstikke goed zeg. Wow, echt heel knap. F-G-H-I-J. Nou, wat knap jongens en meisjes. Hartstikke goed van jullie. Dan is het nu bijna tijd voor de tekening. Maar eerst ga ik nog de groetjes aan heel veel kinderen doen. Zijn jullie er klaar voor? Ik wil graag de groetjes doen aan Dolf van 4 jaar uit Oosterhout. Fine, Hidde en Teun uit Pijnakker. Liam van 5 jaar en Amber van 1 jaar uit Deventer. Emma van Gent van 4 jaar uit Coevoorde. Jordi van 8 jaar uit Hoogvliet. Jinte van 3 jaar en Nine van 1 jaar uit Langenboom. Silvano van 5 jaar en Delano van 2 jaar uit Papendrecht.
Jess de Rijk van 4 jaar uit Callands Oog. Nick Sprangers van 6 jaar uit Heer Hugo Waard. En ze krijgen allebei de groetjes van opa en oma. Sophie van 3 jaar en Bram van 1 jaar uit Noordwijkerhout. Joy van 4 jaar uit Kerkrade. Milano van 6 jaar uit Haarlem. Miluska van 2 jaar. Troy. En Troy, jongens en meisjes, wordt 4 april 4 jaar. Alvast gefeliciteerd, Troy. Lisette van 3 jaar uit Stadskanaal. Jackie de Ruiter van 5 jaar uit Sint-Kruis. Jens en Arne Heuvelmans. Jens van 6 jaar en Arne van 4 jaar uit Geel, België. En Arne was ook afgelopen week jarig. Nog gefeliciteerd, Arne. Damien van 3 jaar en Logan van 2 jaar uit Capelle aan de IJssel. Jelina van 5 jaar uit België, Renkum. Ismaël van 3 jaar uit Kampen. Liam Schepers van 4 jaar uit Gevenbricht. Tommy en Cherise. Milou van de Avoort van 2 jaar uit Oosterhout. Joy van 4 jaar uit Lelystad. Tibbe van 4 jaar uit Naarden. Safia Hendricks van 2 jaar uit Castricum. Fleur van 3 jaar uit Velzenbroek. Tobias van 3 jaar en Hanna van 1 jaar uit Vollenhoven. Koen van 4 jaar uit Leiden. Iris van Gemen van 4 jaar uit Velzenbroek. En Umaira en Ziad. Umaira is 4 jaar en Ziad bijna 1 jaar. Want Ziad is aanstaande zaterdag jarig en wordt hij 1 jaar. Gefeliciteerd en de groetjes daar aan Arnhem. Oké, jongens en meisjes. En heb ik nou niet jouw naam genoemd, maar wil jij volgende keer ook de groetjes krijgen? Vraag dan even aan je papa of mama of ze onderaan de video jouw naam willen zetten. En dan doe ik de volgende keer de groetjes aan jou. Oké, jongens en meisjes. Wat hebben we vandaag geleerd? De kleuren. 5 nieuwe letters. En dan is het nu tijd om te gaan tekenen. Ja, en jullie mogen zo raden wat het is. Zijn jullie er klaar voor? En jongens en meisjes, aanstaande zaterdag, nog een paar nachtjes slapen, is er weer een nieuwe speelgoedvideo. Oké, zullen we gaan tekenen? Kom, gaan we snel aan de slag. Zo, eens even kijken. Komt-ie. Heb je al een idee wat dit is? Kan ook van alles zijn, hè? Let op. Zo. Hier een lijntje. Oké. Oh, kijk eens even. Hé, dit lijkt wel ergens op. Heb je een idee? Is een oor, ja. Maar, let op. Ik ben er nog niet. We zijn er nog niet. Hier nog een stukje haar. Kijk. Let op, zo. Oké. Okay. Let op, zo. Nek. Maar nu, kijk eens even. Hé. Hey. Zien jullie dat? Wat is dit? Ik ga het even inkleuren, let op. Een eenhoorn. Heel goed. Hé, hey, ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Ik doe nog even de kleurtjes, ik kleur hem nog even in. Kijk, zo. Nou, en dat kunnen jullie dus ook zelf thuis maken. Ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Kijk, en je kan dus een eenhoorn kleuren, maar als jij het leuk vindt om iets anders te tekenen en te kleuren, moet je dat natuurlijk lekker doen, want je mag het zelf weten. En jongens en meisjes, aanstaande zaterdag is er dus weer een nieuwe video. En dan ga ik speelgoed uitpakken.
Oké, jongens en meisjes, dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Doe een duimpje omhoog als je de video leuk vond. En aanstaande zaterdag is er weer een nieuwe speelgoedvideo. Tot zaterdag!